dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video van Life on a Budget. Ik ben Aleida en moederdag is geweest. Ik hoop dat iedereen een hele leuke moederdag heeft gehad. Ik heb dat zeker gehad. Ik heb echt hele leuke cadeautjes gekregen. En de leukste cadeautjes waren toch echt de eigen gemaakte cadeautjes. Maar ik ben goed verwend wat dat betreft. En ook mijn jongste, die had natuurlijk nog niet zelf gemaakt. En die heeft samen met papa even een leuk cadeautje gekocht. Dus ik mag niet klagen. Ik ben heel blij, goed tevreden. En we hebben zelf ook een cadeautje gekocht voor onze ouders. Oh, nou ja, ouders, moeders. En het is een meevalletje geweest. Ik heb nog wat overgehouden. En daarom gaan wij dit. Dit heb ik al even uit de envelop gehaald. Ik wou het toch even delen. Oh. Dus we hebben overgehouden 10, 15, 17, 19, 20, 21 euro overgehouden. Dus ik vond dat eigenlijk best wel heel netjes. Terwijl ik normaal gesproken echt 20 euro per ouder doe. Dus dat is 60 euro. 21 euro overgehouden voor moederdag. En in de volgende video ga ik laten zien wat ik hiermee ga doen. Dus ik leg dit voor nu even aan de kant. Ik wou het toch nog even gezegd hebben. Het is best wel bijzonder dat ik zoveel overhoud. Buiten dat. Ik ga in deze video even wat geld wisselen in mijn binders. Omdat ik kom natuurlijk weer wat muntgeld tekort. Ik kom wat 5 euro briefjes tekort. Dus ik wil zoveel mogelijk gaan wisselen. En daarnaast wil ik ook kijken of ik ergens 100 euro heb wat naar de bank kan. Zodat ik dat daar op mijn spaarrekening heb staan. En dan niet te veel geld in huis heb. Dus laten we gaan beginnen. Ik heb hier wat geld aan de kant gelegd. Wat we kunnen gebruiken om te wisselen. Het is niet geld. Het is niet het geld wat ik alleen maar gebruik om mijn stuffing te doen. Om mijn enveloppen te vullen. Dit is gewoon het geld wat ik nu hier heb liggen. Om te gaan wisselen in mijn binders. Zoveel mogelijk geld te wisselen. En deze twee. Dat zijn mijn slips. Mijn nepgeld. Ik heb het zelf gemaakt. Vond ze erg leuk. Zelf. Mag ik zelf zeggen. Natuurlijk. En dat is gewoon omdat ik gewoon niet te veel geld in huis wil hebben. En zoveel mogelijk toch op de bank heb. Maar het wel zelf kan bijhouden met hoeveel ik dan in huis heb. Ik ga een. Zal ik het tellen gewoon? Deze tel ik niet. Maar 20, 40, 60. En 70, 80, 90, 100, 110, 120. Dus voor het geld. Dit moet gewoon 120 euro zijn. En dan heb ik hier twee briefjes van 200. En die zal ik waarschijnlijk niet gebruiken. En 100, 200, 300 en 400 euro aan 100 euro. En die, ja goed, ik weet nog niet of ik die ga gebruiken. Dat ligt ook maar net een beetje aan de categorie. Want ik wil niet alle categorieën, zeg maar, op de bank hebben. Sommige wel en sommige niet. Laten we gaan beginnen met de binders nakijken. Mijn Filofax ga ik niet doen. Dat is voor een stuffing. Dat is niet om geld te wisselen.
pad. Mijn binder. Nou, eens even kijken hoe ver we komen vandaag. Ik heb hier 20, 20, 30, 40, 50, 60 euro. Ja, dat kan ik wisselen. Dan kan ik twee briefjes van 20 doen en dan ben ik die al, zeg maar, kwijt. En dat kan ik dan gaan doen, ja. Dus ga ik even omruilen voor twee briefjes van 20. Is het gewoon, telt ook wat makkelijker, vind ik. En mijn binder blijft daar wat dunner van. Mijn vakantie. Even kijken wat erin zit. En hoe ver we komen. Nou, ik heb niet heel veel briefjes van 20 meer, maar goed. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ja, 65. 69. Dus heel ver kom ik daar niet echt mee. En ik denk dat ik dit gewoon zo laat zoals het nu is. Misschien dat ik daar nog op terugkom. Op dit moment. Tja. Voor nu laat ik het even zo. De vakantie staat bijna. Die staat om de hoek. En ja, ik vind het wel fijn als ik ook wat. Hè, zoals ik vind 10 euro fijner. Omdat je dan toch al gauw. Ja, weet je, we gebruiken dit vaak voor een ijsje. Of een keertje eten in het restaurantje of gewoon afhalen. En dan vind ik dit net zo handig om het wat kleiner te hebben. Dagje uit gebruiken we het ook voor. Maar ik vind de kleine, dan vind ik het net zo goed als ik het wat kleiner heb. Dus daar hoeft niet per se 20 euro in. Back to school, wat heb ik daar? Ik ratel alweer gewoon lekker. 2, 4, 6, 8. Dus daar kom ik net 2 euro tekort op dit moment. En hier heb ik wel iets, want ik heb hier kijk, dan ga ik dit wegleggen, dan heb ik 20 euro. Weer terug. En zo. En dan heb ik 21 euro's meer. Dan zijn die op. En ik heb alweer wat 5 euro's erbij. Dus daar ben ik natuurlijk weer heel blij mee. Nieuwe kleding. Zit daar nog wat in? Waar ik wat aan zou kunnen hebben. Lijkt er wel op. Laten we gewoon eens even kijken. Of we hier wat verder mee kunnen komen. Ik zou het wel heel fijn vinden, want ik ben het echt nodig voor mijn volgende stuffing. 20, 25. Kijk, en dan kunnen we deze wel gebruiken. Dus dan ga ik dit inwisselen voor 10 euro. En dan heb ik gewoon 31 euro weer terug in mijn kleding. Nou, dat is al het begin, natuurlijk. Onderhoud cv. Deze had ik van de week al gewisseld. Moest even wisselen. Dus dan doe je dat soort dingen natuurlijk best wel gauw. Dus even kijken. Dit is renovaties, 50. Ja, hier kan ik niks mee. Dat laat ik gewoon lekker zo. Verjaardagen doe ik ook niet, want dat zit in de juiste nominaties om uitgegeven te worden.
verjaardag thuis. Ik ben begonnen met dingen uitgeven van het verjaardagsfonds van mijn kinderen. Zo heb ik al het een en ander geregeld voor hun verjaardag. En ja, dat zit net een beetje verspreid, hè, zo. Maar we kijken gewoon nog even verder. We gaan naar de Funzo, de kinderen. Superleuk. Ik weet dat mijn kinderen het leuk vinden, dus dat scheelt alweer. Want ik zit hier in als het goed is. Ze hebben al een keer een kinderfeestje gehad daar. En nou, ze vragen er elke keer weer om. Het is ook hartstikke leuk. Het is zo'n binnen speeltuin. Dus die kinderen vermaken zich daar prima straks. 15, ik kan dat zo doen. Ietsjes beter dan helemaal niets natuurlijk. Dus dat is ook nog. En gewoon zo 2, 4, 6, 8. Schiet ik ook niet echt heel veel mee op. En wat heb ik hier? Hier heb ik 2 keer 5 euro. Dat kan ik wisselen voor 10 euro. En dan heb ik hier nog 2, 4, 6, 7 euro. En dat doe ik dan maar even niet. Hier heb ik 4. Even kijken. Ook weer 5 euro's. Die haal ik gewoon uit. Nou, deze 52 weken challenge heb ik natuurlijk hier. En laten we even kijken hoeveel erin zit. Nu 20. 40, 60, 70, 80, 90, 100. Dus ik denk dat ik dit gewoon ook op de bank ga zetten op mijn spaarrekening. Want ja, dan staat het gewoon, denk ik, wat veiliger. Dus dit is 100 euro. En daar doe ik deze slip in. Dus 100, 110, 120. 130, 140, 142, 143 en 144 euro zit er gewoon in. Alleen dan met een slip erbij. Een slip is niets anders dan gewoon een nepgeld, kaartje, briefje. Ik heb ze zelf gemaakt omdat de meeste de dollars waren en in euro's zijn ze er bijna niet. Dus vandaar. 100 euro die ik net uit heb gehaald. Die gaat ook weer naar de bank. Dus dat zet ik aan het einde van de maand even op de bank. Ik hou hem apart. En dan, nou ja, ik zet het helemaal niet op de bank. Ik verreken dit dan, zeg maar, met de rekening. Omdat we anders moeten extra moeten gaan betalen om iets te kunnen storten. En dat ben ik niet van plan, want ik wil sparen voor dingen en ik wil niet onnodig extra geld uit moeten geven om gebruik te kunnen maken van mijn rekening. Dus ik doe dat aan het einde van de maand. Ik leg het apart, ik doe het aan het einde van de maand. Verreken ik dat met boodschappengeld, zodat ik het geld dan hier heb. En het andere kan ik dan gewoon laten liggen. Hier komt een briefje op waar het van is. En dan komt dat helemaal goed. Nou, dat is dan deze binder. We hebben niet echt heel veel muntgeld eruit kunnen krijgen.
zal even kijken wat ik precies nodig ben voor mijn stuffing. Zodat ik misschien toch nog iets kan wisselen. 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Wat doe ik nou? Ja, is heel leuk hoor om zo te tellen. Maar ik moet gewoon een hoeveelheid hebben. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben ik nodig. Dus deze twee kan ik gewoon weer voor muntgeld wisselen. Dus ik leg dit even aan de kant. En dan gaan wij dit ook nog even proberen te wisselen. Want ik ben echt wel iets meer muntjes nodig. 2, 4, 6. Ik heb geen euro's nodig, dus dat is mooi. Dan kan ik deze 6 euro wisselen voor deze 6 euro. Dus die doe ik hier weer in. Zo. En dan, volgens mij, heb ik dan voor nu voldoende. Ben ik er voor nu. Ja. Oh, ze voelen ook weer gewoon. Mijn maf voelt weer een stukje dunner aan. En alhoewel er niet eens heel veel muntgeld uitgekomen is dit keer. Zo. Hè. Ik kreeg hem gewoon niet dicht. En dat terwijl die dunner is. Maar goed. Dit is voor nu het wisselen van deze binder. Ik denk niet dat ik hier heel veel in kan wisselen. Maar je weet het niet. Eens even kijken of ik dan mijn bedragen bij elkaar heb voor mijn stuffing in de volgende video. Zo. Dan heb ik dat bij elkaar. En dan is dit. Ja. Nou, dit is dus wat ik dan gewoon nog uitgeef. De andere heb ik allemaal bij elkaar apart liggen. En ik zie hier nog wat geld bij Finn. Nou, ik kan hier wel een muntje wisselen. Zodat hij. Dan doe ik deze 5 euro doe ik erin. Zo. En dan heb ik hier 5 euro uitgehaald. Er zit nog niet voldoende in om het te kunnen omwisselen voor een slip. Maar dat komt vanzelf. Dat komt goed. Goed. Dat was Finn's en Binder. Ga ik door naar de volgende. Deze is van Yara. Yara houdt van paars. Dus Yara krijgt paars. Yara heeft al een slip erin zitten. Dus daar kan ik ook niks mee nu op dit moment. En dan heb ik er nog 2. Dan heb ik eentje van Tess. Nou, ik denk ook niet dat ik hier echt veel mee kan. Nou, alhoewel. Volgens mij toch iets meer dan ik dacht. 2, 4, 6, 8 en 10 euro en muntjes. Dat komt de volgende keer dan wel weer goed. Maar dan is het voor nu. Is de envelop niet zo dik. En het telt makkelijker dan al die muntjes. Dus als ik hem weer nodig ben, dan kan ik wat makkelijker tellen in plaats van al die muntjes. Even zien, Romé heeft ook al wat muntgeld, maar te weinig. Dus dat laat ik zo, denk ik. Nee, doe ik niet. Want hier zit een briefje van 5 in. Dus 5 euro. 3, 4 en
5. En dat maakt natuurlijk ook gewoon samen 10. En dan is deze ook gewoon hier netjes en makkelijker om te tellen dan al die muntjes. Dus. Dat zijn de binders van de kindertjes. Nou, en dan was dat hem voor nu. Ik leg mijn slips weer even aan de kant. En dan heb ik nu dit nog over. Zo. Een heleboel kleingeld, maar dat is niet erg. Dit kan ik voor een volgende keer misschien wel weer gebruiken. En nou ja, dat komt wel weer goed. Dus nou, dit was het wisselen van mijn geld. Ja, een soort condensing. En ik wil het eigenlijk ook wel wat vaker gaan doen. Zo mijn geld condensen. Omdat dan ja, het telt makkelijker. Mijn envelopjes blijven dunnen. Mijn binder blijft dunnen. En ik heb natuurlijk de andere enveloppen nog niet binnen. Dus ik kan nog niet alles gebruiken zoals ik dat graag zou willen. Dus ik wil gewoon zorgen dat mijn enveloppen zo dun mogelijk blijven. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je dit interessant vinden, dit onderwerp, abonneer je dan gewoon. En druk op de notificatiebel mocht je een melding willen dat ik weer een nieuwe video heb geplaatst. En ja, like mijn video's. Tenminste, als je ze leuk vindt, hè? Want ja, goed. Nou ja, dat dus. Dus abonneer je, like mijn video's en druk op de notificatiebel mocht je een melding willen als ik weer een video heb geplaatst. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!